als, hè? Als er geen corona was. Als de hemel naar beneden valt, dan hebben we allemaal een blauwe muts op. Ja. Dan was er nu dus EK. Ja. En vanavond de wedstrijd Nederland-Oostenrijk. Oh! En om er toch een beetje iets van wedstrijdspanning in te brengen, doen we de hele week muzikale EK-wedstrijden. Vandaag dus Nederland tegen Oostenrijk. Nederland laat zich vertegenwoordigen door Frank Boeien. Kat in het bakje voor Nederland, maar onderschat Oostenrijk niet, hoor. De grote vraag is, welk land gaat er met de winst vandoor? Degene die als eerste 5 punten scoort, heeft gewonnen. En ga ik helemaal draaien. Jij mag bellen. En een bal het doel intrappen. De grote vraag is natuurlijk, welke ploeg gun jij jouw punt? En degene die als eerste bij 5 is, ga ik draaien. Goedemorgen, met je Willem en Jeroen. Goedemorgen, met Van Hauke. Goedemorgen. Wie krijgt jouw punt? Nederland. 1-0 voor Nederland. Gaan we naar de volgende beller. 0800-1122. Goedemorgen. Goedemorgen. Met wie spreken we? Goedemorgen. Hij spreekt mijn broer. Ik ga voor Nederland. Nederland. Gaan we naar de volgende beller. Goedemorgen. Zeggen, je bent in de uitzending. Hallo. Het is lastig te horen ook in zo'n vol stadion, ja. Natuurlijk. Goedemorgen, met je Willem en Jeroen. Hallo. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, we zitten midden in de wedstrijd, hè? Ja, joh. Hey, eerst even zeggen dat het een heel leuk artikel is in de Varengids van de komende week. Ja, oh, we staan in de Varengids. Ja, wat leuk, ja. Je hebt hem helemaal uitgelezen. Ik vond nogal een lap. Nou, nee, hoor. Kan me niet genoeg zijn, Jan-Willem. Oh, nou, leuk om te horen. Dankjewel. Oké, wie ben je eigenlijk? Erik, je mag het zeggen. Frank Boeien, altijd. Ja. Okay. Nou, 3-0. Het is niet echt spannend tot nu toe. 3-0 voor Nederland in de wedstrijd Nederland-Oostenrijk. We gaan naar de volgende beller. Goedemorgen. Goedemorgen, Jos Bloemen. Hallo, Jos. Je mag het zeggen. Oostenrijk. Ja, ik mag het zeggen. Het kan toch niet zijn dat Jimmy op 0 blijft staan. Goedemorgen met je Willem en Jeroen. Goedemorgen, Bas Vrijn. Hi, je mag het zeggen. Ik wou graag Nederland een doelpunt laten scoren. Doelpuntje voor Nederland. Tussenstand is nu 4-1. Nog eentje voor Nederland en dan zijn we er. Maar ja. Goedemorgen. Met je Willem en Jeroen. Goedemorgen. Hi. Hallo. Hallo. Je bent in de uitzending. Goedemorgen, Wilma. Goedemorgen, Wilma. Hij ligt op de stip, maar ja, bij wie trap je hem erin? Oostenrijk. Oostenrijk! Oh, jij maakt het toch nog even spannend, Wilma. Ja. Dankjewel. Is het 4-2. We gaan naar de volgende beller. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Met Annemieke. Hi, Annemieke. Oostenrijk. Hi. Oh, ook Oostenrijk. Ja. Daar gaan we weer. Oostenrijk maakt een comeback. Het is inmiddels 4-3. Wij gaan naar de volgende bellen. Goedemorgen met je Willem en Jeroen. Een hele goede morgen met Hans Flinders. Goedemorgen. Ja, we zitten midden in een ontzettend spannende EK-wedstrijd Nederland-Oostenrijk. Bal ligt op de stip. Je trapt hem erin, maar bij welke ploeg? Ja, je kunt het inderdaad voorstellen dat het super spannend is. En normaal gesproken zou ik zeker zeggen Nederland, maar in dit geval absoluut Falco voor Oostenrijk. Ja. Dan is het 4-4. Is het zo'n dag? Oh. Ja. Verlossende doelpunt voor de volgende bellen. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Je mag het zeggen. Ik ga toch natuurlijk gewoon voor Nederland. Oh. Hij gaat gewoon voor Nederland. Dan heeft Frank Boeien gewonnen. Is het 5-4 voor Nederland. Dankjewel, hem. Hoi. Hoi. Yo. Wat een wedstrijd. Nou, en je spreekt nog eens iemand, hè? Dat is ook leuk. Ja. Ah, met een biertje. Ga ik wel even voor je halen. 1,5 meter, hè?